Wie bent u? Want de mensen kennen u niet. Hallo, ik ben Naomi, de choreografe en de oprichter van Les Mademoiselles de Gand. En die komen hier vanavond in Memphis om optreden. Wat gaat u juist doen? Wel, ik moet zeggen, het idee van Les Mademoiselles de Gand is eigenlijk met een knipoog naar vroegere tijden. Dus Liza Minnelli, Fred Astaire, die dingen. Ik zelf heb een klassieke opleiding, klassiek ballet en jazz, dus dat zit er ook in. Maar daarnaast is het ook het idee om dat te combineren met de stijlen van mijn danseressen. Voilà. En welke stijlen hebben die zoal? Maar de meeste hebben voornamelijk... zijn eigenlijk zo opgegroeid met de new style. Dus je kunt dat een beetje vergelijken met de choreografie van Justin Timberlake. Allee, bon, dat is nu vrij... Hip, zo hippe dans dan? Hip, ja, maar niet zo simpel eigenlijk om te doen. Ik ben daar absoluut geen krak in. Ik ben ervan overtuigd. Ja. ik ook niet. Nee, ik ook niet. Ik ben daar ook niet zo'n krak in. Bij mij is het meer jazzy en ballet in feite, meer showdance... Maar dat is super om die beide te combineren. En dat gaan we nu allemaal live kunnen zien. Maar hoeveel zijn jullie? En dat zullen jullie live zien. Wij zijn, deze choreografie doen wij met zes danseressen. En ja. In totaal, de groep in totaal? In totaal zijn we nu met een stuk of 8, maar er zijn altijd vrijblijvend audities. Dus voor de meisjes die hun geroepen voelen... Die kunnen via mijn MySpace contact nemen en voilà, die kunnen auditie komen doen. En ja, dan zien we verder. Hè. En de MySpace is? De MySpace is www.myspace.com/lesmademoisellesdegand. Dus allen daarheen? Ja, allen daarheen. Hoe lang zijn jullie al bezig en wat hebben jullie zoal gedaan? Wel, we zijn nu ongeveer een maand of 5 bezig. Ons eerste optreden was in Eskimo, dan daarna hebben wij op de 6 jaar Culture Club gestaan in de KVS in Brussel. En ik heb ook samengewerkt met de Bardot in Gent voor de afterparty van de première van Sex and the City. Dat is heel wat al, hè? Op 5 maandjes tijd? Ja, ik mag niet klagen. Het is aan het rollen, het is aan het rollen. Dus binnenkort zien we meer van jullie? Binnenkort, het volgende optreden is 11 juli op de 11 juli viering van Stad Gent in de Sint-Pietersabdij. Daar zullen wij ook zijn natuurlijk. Oké, super.